Heb je ooit al gedroomd over een magische landen? Wel, feieren niet. Het 19-jarige meisje Feire jacht elke dag voor voedsel om haar familie te voeden. Tot ze op een dag een grote fout begaat. Ze vermoordt een grote wolf met een zilveren vacht, genaamd een Elfide. En een paar dagen gaan voorbij tot er een beest vergelding komt opeisen. Hij neemt Feire mee naar Prisjen. Nee, niet precies Prisjen, maar naar een klein deeltje, het Lentehof. Het Lentehof is een van de 7 andere hoven. Ze wordt het er wel gewoon, maar is nog altijd niet van plan om er haar hele leven te blijven. Er zijn een paar dreigingen die groter en groter worden. De magische muur die de hoven van elkaar scheidt en verzwakt. Meer en meer kwaadaardige elfieden dringen het hof binnen, om dan nog niet te praten over de vloek die over het Lentehof heerst. Beetje bij beetje verandert er iets tussen Feyre en Tamlin. Ze zijn van vijanden naar vrienden gegaan. Maar daar stopt het niet. Er is een vonk. Feyre vertrouwt Tamlin. Maar toch verzwijgt hij het meeste van de vloek wel. Maar dat weerhoudt Feyre niet om op zoek te gaan naar antwoorden. Ze vraagt Lucien, de trouwe handlanger van Tamlin, die wel alles weet, om hulp. Hij kan haar niet helpen, maar zegt haar wel dat ze op zoek moet gaan naar een Cyril. Die weet alles en is bereid om je alles te zeggen als je hem vangt. Ze gaat er op zoek en vindt er ook een. Maar ze komt echter niet veel te weten, want ze worden aangevallen. Na een tijdje wordt het weer rustig in het Lentehof, tot een trouwe handlanger van de berg te weten komt dat het Lentehof een mens heeft. Tamlin wordt ontvoerd en Feyre moet naar de berg om te strijden voor Tamlin. Maar de Elfide koningin maakt het daar niet gemakkelijk. Ze zal 3 grote testen moeten doorstaan om Tamlin te redden en om het Lentehof en de rest van de wereld te helpen. Ze maakt een bondgenoot die haar een offer doet dat ze niet kan afslaan om door te gaan. Haar ribben zijn gebroken en haar beenderen gekneusd. Zal het haar lukken? Hoe loopt het af? Wat houdt het offer in? De auteur is Sarah J. Maas. Ze is een bestseller in New York en schrijft vooral fantasieactie. De genre van dit boek is fantasie-actie-romantiek. De hoofdpersonages zijn Feyre, Tamlin en Lucien. Ik vond het boek fantastisch. Er gebeurde altijd wel iets. Er zijn onverwachte plot-twisten. De personages zijn goed uitgeschreven. En het is een boek waarmee je wegdroomt in de wereld van mensen en elfieden. Het is een reeks van 5 boeken. Ik zit nu aan boek 2. En ze volgen elkaar allemaal op. Ik raad het boek ten zeerste aan.